en het Rooms-Katholieke Bisdom Paramaribo heeft vanmorgen uit handen van Lout Donders en Paul Spapens van Stichting Petrus Donders Tilburg het eerste exemplaar van het glossy tijdschrift Perke ontvangen. Dit tijdschrift is in het kader van de 130ste sterfdag van Petrus Donders uitgebracht. Donders en Spapens van de Stichting Petrus Donders Tilburg zijn voor de 130ste sterfdag van Petrus Donders, die op 14 januari jongstleden gevierd werd, naar Suriname afgereisd. Ze vinden het een grote eer om met RK Bisdom het eerste exemplaar van de magazine te overhandigen, omdat Petrus Donders een grote rol heeft gespeeld in de Surinaamse katholieke geschiedenis. Donders, die een ver familielid van de pater is, vertelt wat deze magazine voor hem betekent. We zijn hier om, ook ik zit met Paul in het bestuur van de Stichting Petrus Donders Tilburg. We hebben daar een plek waar zijn geboortehuisje staat, waar we een kapel hebben die een Surinaamse uitstraling heeft. Hij is gebouwd zoals de huizen hier in de straten. En we hebben daar een museum waar we het levensverhaal van Petrus Donders vertellen. En omdat wij vinden dat Petrus Donders niet iets uit de geschiedenis is, maar ook van het nu en hopelijk ook van de toekomst, hebben wij een heel modern communicatiemiddel bedacht om Petrus Donders of Perke Donders ook anno 2017 op een goede manier neer te zetten, zodat mensen die er iets van willen weten ook op een moderne manier daar kennis van kunnen nemen door een aantal verhalen van allerlei mensen die of een column erover geschreven hebben. We hebben interviews gemaakt. Paul heeft eigen verhalen geschreven. En wij denken dat we weer een nieuw mijlpaaltje in de waardering voor Perke Donders hebben gezet. De magazine is in 6 maanden vervaardigd. In het tijdschrift staat niet alleen het levensverhaal van Petrus Donders, maar ook verschillende Surinamers in Nederland en Suriname hebben ook hun visie over de pater gegeven. Spapens vertelt waarom er voor dit format is gekozen. Is dat in deze glossy, dat is een heel chic tijdschrift, heel veel verhalen in staan over Suriname. Over Surinaamse mensen, hoe zij dus, zeg maar, wat zij doen met Petrus Donders. Dat is voor ons een hele bewuste keuze, om een aantal redenen. Wat ons betreft ligt de toekomst van Petrus Donders met name in Suriname en in het Caribisch gebied. En wij zien Perke Donders vanuit Nederland ook als een mogelijkheid om contact te hebben, om een relatie te onderhouden met Suriname. In ons land wonen veel Surinaamse mensen en daar hebben wij zelf ook heel veel contacten mee. Het is door middel van Perke Donders dat wij dus contact hebben met Surinaamse mensen in Nederland en dat wij ook contact hebben in Suriname. Het is voor mij al de 5e of 6e keer dat ik hier ben. En wij willen er heel erg op inzetten om de relatie tussen ons en Suriname te versterken. Bisschop Karel Tjuni van het Rooms-Katholiek Bisdom Paramaribo is blij met het eerste exemplaar van het glossy tijdschrift Perke. Hij is de mening toegedaan dat Suriname Petrus Donders actueel moet houden, zoals hij actueel is gebleven in Nederland. Want Donders heeft veel voor het land betekend.